Welkom bij Een Vrede Reeds Gewonnen. Af en toe, dan realiseer ik me hoe fijn het is om opgegroeid te kunnen zijn bij mijn eigen ouders. Deze mensen hebben mij bepaalde oude waarheden gepresenteerd zonder te zeggen, dit is de waarheid. Wat zij deden, was zij zeiden, we nemen je mee naar alle boekwinkels. We nemen je mee naar de grote bibliotheken in binnen- en buitenland. En we leren je het belang van de boeken. In Amsterdam, tijdens mijn jeugd, waren ruim 140 antiquariaten. Boekwinkels, mensen die bezig waren met het verzamelen van zeldzame boeken. Tegenwoordig zijn het er nog 5. En voor mij is de terugval van 140 boekwinkels naar 5 in 1 mensenleven, is het teken van het verval van een beschaving. Want we hebben e-readers en we hebben e-mail. En op mijn mobiele telefoon, die ik ook gebruik, is nu de reclame dat onze aandacht de hele tijd gevraagd wordt. Op onze schermen, onze computers en onze mobiele telefoons. En dan wordt er gezegd, maar hoe vaak wordt onze aandacht nog gevraagd van de deurmat? Van een brief, een kaart. Want vaak bij die antiquariaten kochten ze ook prentkaarten, aanzichtkaarten, oude foto's. En al die kennis die ik dankzij mijn ouders vanaf jonge leeftijd heb mogen verwerven. En ze hebben hun best gedaan zodat ik naar een goede school kon. Waar ik in aanraking kwam met nog meer mensen die mij in aanraking brachten met literatuur. Mijn lerares Engels. Mevrouw Dijs en mevrouw Kropf, die zou ik toch willen bedanken. En mijn lerares Frans, mevrouw Broekman, zou ik willen bedanken. En dokter Berends, de leraar geschiedenis, hoewel die mij de geschiedenis leerde, zoals die helaas volgens de boeken hier achter mij toch echt anders in elkaar zit. Dokter Berends vertelde op een fantastische manier, mijn leraar in Nederlands, de heer Boender en de heer Tijink. Al die helden van mij uit mijn jeugd, die ervoor hebben gezorgd dat ik hier, nu in Den Haag, na een rechtenstudie, met mensen kan praten over mijn passie voor de samenleving, voor de medemens, maar ook de diepte van het leven. De literatuur, de kunst, de muziek. We hebben te gast gehad Edmond Fokker. Ik heb het gesproken over Roel Tanja, de schrijver van het boek over de Eerste Wereldoorlog. Die dat fantastisch heeft gedaan. En ik deel graag met u de kennis die ik heb mogen opdoen. Waarvan sommige mensen misschien zullen zeggen, goh, hij loopt wel erg te koop met al die dingen die hij dan denkt te weten. Maar het is eigenlijk vooral uit liefde. Liefde voor wat ik altijd noemde mes amis morts, mijn dode vrienden. De schrijver Giuseppe Tomisi di Lampedusa. Hij is zelf overleden in 1957 in Rome. Toch beschouw ik hem als een vriend, want via zijn boek Il Gattopardo, vertaald in het Engels als The Leopard, in het Nederlands De Tijgerkat, via zijn boek leer ik hem kennen en de karakters in zijn boek, bijvoorbeeld Don Salina en Tancredi. En die mensen geven mij troost. Zowel de schrijver als de karakters in dit boek, wat fictief geschreven is, maar een fantastisch beeld geeft over een samenleving in verval. Dus
als iemand mij nu appt, en dat doen ze wel eens, dat ze zeggen, Sven, ik ben in psychische of spirituele nood, want ik zie een samenleving waarvan ik houd, die zie ik vervallen, dan kan ik zeggen, ik raad je aan om Giuseppe Di Tomasi in je leven toe te staan en The Leopard te lezen. Tijdens mijn studententijd en mijn rechtenstudie had ik een goede vriend. En wij hadden samen op het gymnasium hadden we Klikspaan gelezen. Het boek Studententype. En in de studententype heb je de jurist-literator. Dat is de man die rechten studeert, maar die eigenlijk liever schrijver had willen zijn. Maar omdat er met schrijven geen droog brood te verdienen is. Nou, u begrijpt het wel. Ik schreef in mijn studententijd gedichten. En ik ben blij dat ik die nooit heb uitgegeven, want het zijn jeugdzondes. Ik had ook van harte Thierry Baudet willen aanbevelen om de vele boeken die hij geschreven heeft vooral niet uit te geven. Maar vooral te schrijven, op de plank te leggen en zelf eens terug te lezen en te denken, goh, wat dacht ik er toen anders over? Ik ben begonnen aan boeken waarvan ik, als ik de manuscripten nu teruglees, dat ik denk, mijn hemel, wat ben ik blij dat ik dat nooit af heb gemaakt. En ik ben begonnen aan boeken te schrijven waarvan ik dacht, wat jammer dat ik niet meer tijd heb genomen om literator te zijn, omdat ik zoveel tijd kwijt ben geweest met het zijn van jurist. En dan komt op je pad, komen nieuwe helden in zo'n coronacrisis. Het was opmerkelijk dat eigenlijk nog voordat de coronacrisis goed en wel uitbrak, was er een mooi bericht in het AD en op nu.nl dat er boven de stad Den Haag, hier waar wij hier zitten, dat er een vliegtuigje over het Binnenhof kwam waarop stond de overheid volksvijand nummer 1. En we zullen eens kijken of we dat artikeltje nog bij kunnen voegen in de description. En de man die getraceerd werd als degene die dat bericht rond heeft gestuurd en een man die zich vrij kenbaar nu maakt. Hij is ook bij Flavio geweest in een van de uitzendingen van Black Box. En hij rijdt hier vaak door Den Haag. Eerst met een banner, nu heeft hij het elektronisch gemaakt, zodat het bewegend beeld kan hebben en een wisselende teksten. Kees, jij bent om zoveel redenen mijn nieuwe held in deze tijd, omdat jij al vanaf het begin als babyboomer, die in principe genoeg verdiend heeft in zijn leven, met pensioen is. Jij doet een paar dingen. Namelijk, je komt op voor de medemens. En zoals je dat zelf zegt, zo goed en kwaad als het maar kan. Want zeg jij van, ik heb niet gestudeerd en ik heb er niet voor doorgeleerd, maar ik moet ergens laten zien dat ik geef om de waarheid. En dat ik geef om de gezondheid van kinderen, nieuwe generaties. En Kees kwam hier in de green room deze groene bibliotheek bouwen. Dat kwam hij doen met een vriend van hem. En in die bibliotheek staan, feitelijk heeft Kees ervoor gezorgd dat mes amis morts een fatsoenlijk huis hebben. En dat is natuurlijk waar het over gaat. Dat toen ik 14 was en ik werd door mijn leraar klassieke talen, meneer Bolhuis en meneer De Bruin, en ik noem ze bij naam, want ik wil ze graag eren, werd ik in aanraking gebracht met Homerus. Dat was een van de eerste dingen die ik mij realiseerde, was, hey, in het woord Homerus zit het woord home, thuis. En verdomd als het niet waar is, er staat hier in de kast staat een boek van een boeddhistische schrijver, Norman Fisher. En we zullen een link bijvoegen. En dat boek heet Terug naar huis. En Terug naar huis gaat over een zielentocht die de mens aflegt. En hij gebruikt Homerus zijn Odyssee. En Odysseus betekent man met pijn. Gebruikt hij als voorbeeld om te laten zien, hey, we zijn allemaal bezig als mensen met pijn, zorg en angst, om terug te gaan naar huis. En het huis is liefde. En in dat kader wil ik een passage voorlezen van de dichter Rimbaud.
En dat is een belangrijke passage die ik deze week ook stuurde naar een paar vrienden. Omdat het zo ontzettend treffend is voor alles wat er momenteel gebeurt. Het is in het Engels. I long for the time of great Cybele, who was said to travel gigantically lovely in a bronze chariot through splendid cities. Her twin breasts poured through the vast deeps, the pure streams of infinite life. Mankind suckled joyfully at her blessed nipple. Like a small child playing on her knees, because he was strong, man was gentle and chaste. Misfortune, because now he says, I understand things. And he goes about with eyes shut and ears closed. And again, no more gods, no more gods. Man is king, man is God. But the great faith is love. Oh, if only man still drew sustenance from your nipple, great mother of gods and of men, Cybele. If only man had not forsaken immortal Astarte, who long ago, rising in the tremendous brightness of blue waters, flower fresh perfumed by the wave, showed her rosy navel towards which the foam came snowing, and being a goddess with the great conquering black eyes, made the nightingale sing in the woods and sing love in men's hearts. Het gaat natuurlijk over de zondeval. Dat de mens nu denkt dat hij God is, omdat hij het verschil weet tussen goed en kwaad. Nou, dat is maar zeer de vraag. Of de mens het verschil weet tussen goed en kwaad. In ieder geval is het een zoektocht. En dat had ik vanmorgen, toen ik aan iemand die mij zeer dierbaar is, zit aan de andere kant van de camera, vroeg in het Spaans, wil je koffie? Quieres un café? Het prachtige woord quaerere in het Latijn. Quiero, ik zoek. Ik heb lief. Ik vraag. En ik wil. Allemaal in één woord in het Spaans. Quiero. En als we die woorden dus samen nemen, dan weten we dat liefhebben ook een kwestie van zoeken is. Een kwestie van vragen en zelfs een kwestie van willen. Want met de vrije wil kan de mens, als hij wil, heel veel bereiken. En als ik dan kijk naar deze tijd en ik ervaar de luxe, het licht eigenlijk, lux is licht. Dus luxe is licht. Als ik de luxe ervaar van boeken mogen lezen, mensen mogen kennen, van veel mensen interessante teksten krijgen. Er is een man, is een islamitische jongen, die stuurt mij wat de islam eigenlijk allemaal te zeggen heeft over wat er momenteel gebeurt. Er zijn mensen die mij laten weten uit Frankrijk wat daar gebeurt. Gisteren. Onder het beeld van Verginse Torix in Clermont-Ferrand. He, ook toevallig de plaats waar de kruistochten begonnen zijn of afgeroepen door de paus in het jaar 1095. Ook de plek waar Verginse Torix weerstand wist te bieden tegen de Romeinen. Met hun systeem, hun administration. Want dat was het natuurlijk, he, een administratie. Dan zie ik de luxe en ervaar ik ook het plezier. Daar wil ik iedereen voor bedanken via deze video. Dat we mogen leven in een tijd waarin een samenleving in verval is. En dan wil ik graag iets voorlezen aan de mensen.
die daarin geïnteresseerd zijn. Uit een boek wat ook te winnen is via de loterij die we doen met het Natuurpad. www.natuurpad.com, ik zeg het er maar bij. Daar kun je de 100 aangeraden boeken van mijzelf. En geloof me, ik was zo verslaafd aan boeken dat ik 10 jaar lang alleen maar gelezen heb. Een ernstige verslaving, ik geef het toe. Ik rookte daar ook bij en ik dronk. Ik heb menig glaasje port gedronken. En dan wil ik u voorlezen, ook in het Engels, uit Il Gatto Pardo van de Prins van Lampedusa. En dan geef ik u een klein beetje context. In de tijd van de Franse Revolutie, die daarna de revoluties over heel Europa heeft laten wapperen, ontstond een nieuwe administratie. De wereld van de oude adel eindigde. Als we eigenlijk concluderen dat keizer Constantijn en Rome nooit helemaal verdwenen zijn, niet echt overwonnen door Odoaker en de Alemanen, maar dat het altijd een beetje doorgeëpt heeft. Dat is natuurlijk ook logisch, want een systeem verandert niet zomaar. Leeft door in de harten van mensen. Kijk naar hoe Washington D.C. gebouwd is. Dat is feitelijk het Rome van de 21ste eeuw. Dan zie je dat het feodale stelsel er was. En daarover, en ik zal het niet allemaal voor het beste zegt Don Salina in dit boek heel veel over dat het vroeger eerlijker en duidelijker was, de onderdrukking. Namelijk dat een edelman zei tegen de dorpelingen, we gaan het zo doen omdat ik het zeg. En ik zit hier en jij zit daar en zo is het. En dat het eigenlijk een leugenachtige en huichelachtige manier is om te zeggen van een bankier of van een administrateur of van een rayonmanager van de Unilever, om te zeggen, nee, dit hebben we zo met elkaar afgesproken. En ik zal nog eens even kijken of we dat fragment nog kunnen vinden dat de heer Mark Rutte deze woorden uitspreekt. Dit hebben we zo met elkaar afgesproken in de democratie. En dan heeft hij het natuurlijk over het sociale contract van Jean-Jacques Rousseau en de fictie eigenlijk van het weggeven van de vrijheden in een poging om een samenleving te maken. En dan zie je wat er gebeurt hier bij de prins Don Salina, die bezoek krijgt van iemand van de nieuwe administratie, nadat eigenlijk het feodale stelsel door de Garibaldini officieel om zeep is geholpen. En de adel staat nog. Ze hebben nog een groot deel van hun bezittingen. Het is de nieuwe burgerij er alles aan gelegen om meer bezittingen te hebben dan de oude adel. En dan maak ik even een stapje naar een ander boek, naar de Buccaneers. En dan vraagt een Amerikaan aan een Brit, waarom hebben jullie eigenlijk geen revolutie gehad hier? En dan zegt een van de Britse kooplui, die uit de nieuwe bezittende klasse, zegt hij, omdat wij met de aristocraten willen dineren aan hun tafels, maar dan met hen erbij. Dus hij gaf ruiterlijk toe, ja, we nemen alles over, maar we moorden ze niet uit, want we willen graag dat ze erbij zijn. Nou, dat hebben ze in Frankrijk en ook in Italië wel anders gedaan. En ook vooral in Rusland en in Hongarije en in Polen. Men werd daar echt verdreven. De Hongaarse kastelen zijn van de oude adel zijn echt met de grond gelijk gemaakt. Echt met de grond. De honden, de Hongaarse visla's, u weet, ik heb er twee, die zijn uitgemoord, want die waren onderdeel van het kastensysteem van het feodale stelsel en dat moest weg. Nou, misschien moest het ook weg. Dat laat ik aan een ieder om daar een oordeel over te vormen. De Volkskrant schreef vorig jaar nog, de Franse Revolutie was misschien helemaal niet zo'n goed idee. En dan komt hier dus bij Don Salina in Donna Fogata, een van de landhuizen, op bezoek de heer Chevalli. En Chevalli is een klein mannetje, een administrateur van het nieuwe systeem. En hij komt aan Don Salina vragen of Don Salina geen onderdeel wil worden van het nieuwe systeem. En dus in de Senaat wil gaan zitten. Don Salina weigert dat omdat hij zegt dat hij van politiek weinig verstand heeft. Dat hij eigenlijk zich vooral zorgen maakt over de soep. En over of zijn overhemd wel goed gestreken is.
En dan vindt Chevalli dat heel jammer, maar hij wordt begeleid in de ochtend door Don Salina naar de koets die hem gaat terugbrengen naar Rome. En dan zien ze overal in de straten van Donna Fugata zien ze arme mensen zitten. The men were coming out, gripping their hoes to look for someone who might give them work. God willing, subdued silence alternated with exasperated screams of hysterical voices. Away over towards the convent of the Holy Ghost, a tinny dawn was beginning to tinge leaden clouds. And Chevalli thought, this state of things won't last. Our lively new modern administration will change it all. And the prince was depressed. All this shouldn't last, but it will. Always. The human always, of course, a century, two centuries. And after that, it will be different, but worse. We were the leopards and the lions. Those who will take our place will be the little jackals, hyenas, and the whole lot of us, leopards, jackals, and sheep. We will all go on thinking ourselves to be the salt of the earth. They thanked each other and said goodbye. En dat is wat, als ik verdrietig ben, pagina 128 van deze editie. Wat ik me dan realiseer is dat Giuseppe Di Tomasi in 1957 overleed en toen werd dit boek uitgegeven. En toen beschreef hij vanuit het perspectief van de geschiedenis van de Franse Revolutie dat er een nieuw systeem zou komen na de burgerlijke entiteiten waar we nu in zitten. Hè? Het burgerlijk wetboek van Napoleon en al die ellende. Een administratie waarin de bestuurslaag bestaat uit rayonmanagers zonder zelfdenkend vermogen. Ja, als je dat hebt, dan moet je niet raar staan te kijken als er een megawinst wordt gemaakt door Pfizer in het jaar 2020. En dan heb ik wel eens contact met wat vrienden die uit de verdreven klassen komen, want er zijn er nog een paar over, niet veel. Want ik ken wel mensen met titels en met landgoederen, maar die werken voornamelijk bij de bank, dus dat zijn feitelijk dezelfde rayonmanagers en burgerlijke idioten als degene met wie zij dagelijks samenwerken. Aan de vernietiging van hun eigen burgerlijke democratie overigens. Maar dan spreek ik met iemand in Frankrijk of Spanje of in Groot-Brittannië, uit die oude klasse. En dan vraag ik, shouldn't the lions and the leopards do something? En dan zegt hij, I'm not sure. Maybe God has different plans for us. En dan vraag ik hem, heb je geïnvesteerd in de aandelen Pfizer? Want ja, die landgoederen die onderhouden zichzelf niet. En dan zwijgt hij. Want mag je investeren in iets waarvan je zelf weet dat het ellende gaat brengen voor mensen? En dan zegt hij. Mensen kiezen zelf. Dat is dus wat je ook kan zeggen. Je kan zeggen, ja, historisch gezien hebben mensen zelf gekozen voor het systeem van leugens en onderdrukking waar ze nu in zitten.
Het is ongelooflijk. Die Harambam die dan weer zendtijd krijgt om te zeggen, ja nee, complotdenkers zijn gevaarlijk. Wat ik gevaarlijk vind, meneer Harambam, is dat mensen zoals u op televisie verschijnen zonder enig zelfdenkend en zelfkritisch vermogen. En dat u degene die een kritische vraag stelt en u gewoon daadwerkelijk feiten presenteert, dat u die wegzet met een populistisch praatje. Dat vind ik gevaarlijk. Maar als er vervolgens mensen zijn die daarnaar kijken en die propaganda slikken, krijgen die mensen dan niet de leiders die ze verdienen? Een populistische uitspraak, hè? Ieder land krijgt de leiders die het verdient. Maar is dat wel zo? Ik vind dat te makkelijk gezegd. Dat zijn de dooddoeners tijdens verjaardagsfeestjes. En ik weet dat de kijkers van Een Oorlog Reeds Verloren en andere alternatieve kanalen, dat die iedere keer hun tong afbijten als ze weer op zo'n verjaardagsfeestje staan, waarbij dat soort one-liners eruit gegooid worden in een poging om het gezellig te houden. Dat zijn die momenten dat u zich afvraagt, wat is toch dat ding wat zo steekt in mijn hart? Nou, dat is een hele venijnige zilveren pin en die heet eenzaamheid. Maar die eenzaamheid die valt reuze mee. Want dat heb ik in een van die boeken hier ook weer gelezen ooit. En dat was een grote troost. Dat was de opmerking, silence is a friend that never leaves you. Dus in de stilte woont een vriend die ons nooit verlaten zal. Dat is een geruststellende gedachte. Sommige mensen zullen daarin God herkennen, of Christus, of Mohammed, of Allah, of de Boeddha. Maar het maakt niet zoveel uit. Eigenlijk is die naam stilte, hè? En het bekende The Sound of Silence van Simon & Garfunkel geeft natuurlijk zo mooi weer dat in de stilte er ook nog veel te horen is. Namelijk, ik zou The Sound of Silence de naam troost willen geven. Er is veel troost in die stilte. Want ik zie nu veel mensen, en we zullen kijken of we een linkje kunnen bijplaatsen in de descriptions weer. Dan zie je een man die helemaal uit zijn stekker gaat over de ongevaccineerden. En dat doet hij op TikTok. En amper 2 of 3 weken later moet hij die woorden terugnemen, die harde woorden die hij heeft toegebeten aan ongevaccineerde mensen. Omdat hij ingehaald wordt door de realiteit. Een realiteit die zelfs in zijn propaganda zich aandient, namelijk dat gevaccineerde mensen de Delta-variant het heftigst verspreiden. En dan zit ik nog in de fase dat ik denk, hè, Delta-variant, er zijn waarschijnlijk al 10 mutaties. Dus als je een boosterprik gaat geven, wat in godesnaam gaan ze voor giftige cocktail dan weer mengen? De gifmengers van Pfizer, BioNTech, Moderna, AstraZeneca. En nu you motherfuckers are calling me a super spreader. Want dat zijn het natuurlijk, gifmengers. To pharmakon in het Oud-Grieks, dank u wel meneer Bolhuis, betekent het gif. Dus de farmaceutische industrie van to pharmakon zijn de gifmengers van de 21ste eeuw. Dat kan goed zijn, want gif kan heilzaam werken als het een reactie van het immuunsysteem oproept. En dan hebben we daar mensen zoals dokter Beekmans en dokter Gorter, de helden wat mij betreft van deze tijd, die proberen de samenleving een klein beetje duiding te geven in medische zin, vanuit een bepaalde nederigheid, en dat ze zeggen, nou, sommige dingen weten we gewoon nog niet, terwijl een schoolmeester uit Rotterdam beweert dat hij alles ineens weet over alles, maar feitelijk gewoon bezig is contractjes in te vullen die hij gesloten heeft met gemeenschapsgeld. Wat helemaal geen gemeenschapsgeld is, want het is zojuist allemaal bijgedrukt door de ECB. En dan heb je de documentaire van Catherine Austin Fitch, linkje in de descriptions, dat de hele coronapandemie eigenlijk alleen maar bedoeld is om totale financiële controle over de wereld te krijgen.
En dan kun je denken, ja, dat is een complot. Zeker. Maar de uitwerking daarvan, die bevindt zich hier recht voor mijn kantoor. Namelijk een poster die, als je de parkeergarage onder het toernooiveld uitkomt, een poster waarop staat, houd afstand, betaal contactloos. Nou, dan zitten we dus in dat zinnetje van Don Salina die gelijk had. Dat hij zegt, after that, en hij heeft het over that, als in de Franse revolutie, de burgerlijke revolutie, de opkomst van de burgerlijke elite, die geen bourgeois oblige kent, dus ze hebben geen enkele zorgplicht. Terwijl de noblesse had nog enige vorm van zorgplicht voor hun feodale horigen. Daar moesten ze voor zorgen, dat voelden ze. Voelden ze een goddelijke verplichting. Dat heeft de bourgeois niet. Daar draait alles gewoon om geld. Hoeveel geld kun je verdienen? Iemand schijnt het gezegd te hebben op een bankje hier, iets verderop. Ach, ik doe mijn werk en mijn salaris wordt gewoon doorbetaald. U weet wel wie u bent die dat gezegd heeft. En dan zegt hij, after that it will be different, but worse. En dan gaat het over armoede en dan gaat het over het lijden van de mensen. Zeg ik daarmee dat het beter was geweest om de oude adel in stand te houden? Nee, natuurlijk niet. Dat zegt Don Salina ook in het boek. Hij zegt, in order for things to stay the same, everything must change. En dat zijn natuurlijk abstracte begrippen. En ik moet u heel eerlijk zeggen dat in deze tijden van eenzaamheid, als ik ook weer iets lees waarvan ik denk van mijn hemel, hoe krijg je het je strot uit? De ongevaccineerden zijn de schuld. En dan zijn er weer, worden er weer met het gele boekje worden er, dat wil graag meneer de Jonge, wil graag dat gele boekje weg hebben. Want daar kan ook ingezet worden dat mensen daadwerkelijk immuun zijn of dat ze een succesvolle behandeling hebben ondergaan met tegen een COVID-besmetting. Daar wordt dan mee gefraudeerd. Nou, tegen de fraudeurs zeg ik foei. En wat ik me ten zeerste afvraag is, bestaan die fraudeurs wel echt? Of wordt dit gewoon klakkeloos overgenomen als er een persberichtje vanuit het ministerie van VWS komt? Een persbericht wat zijn oorsprong vindt in de hersenspinsel van een gevaarlijk individu voortgebracht uit de burgerlijke democratie. En dan voel ik ook wel eens eenzaamheid. Zoals wij allemaal. En dan trek ik me terug in een kamer waarvan het houtwerk is gemaakt door Tom. Tom, dankjewel. En de boekenkasten zijn geplaatst door Kees. Kees, dankjewel. En dan realiseer ik me, ik zit hier tussen Mes Amis Morts, de boeken van Asterix en Obelix, geïnspireerd op het verhaal van Verginse Torix. En dan denk ik, wauw, wat een bijzondere tijd om te leven. Op het snijvlak van de beschavingen. Op een poging van een groep kwaadaardige lui om het transhumanisme doorgang te geven. Laat mij u vertellen wat ik gisteravond hoorde tijdens een borrel. Met iemand die het kan weten. Want die komt uit de financiële sector en zit nu in de politiek. En die wist mij het volgende te vertellen. Alle miljarden die bijgedrukt zijn uit de ECB-machine te Frankfurt, die vinden niet tijdens de coronacrisis hun weg naar ondernemers en uitvinders en investeerders en huizenbezitters. Dat geld vindt zijn weg onder andere naar iets abstracts als Italië, de verderfelijke Repubblica Italiana. Die tegenwoordig wordt geleid door de president Mario Draghi, die daarvoor de president was van de ECB.
Dus nu hebben wij Mario Draghi, oud Goldman Sachs bankier, die daarna de ECB heeft bestuurd, die nu in Italië de minister-president is, die al daar 151 miljard ontvangt vanuit de ECB. En weet u welk doel deze 151 miljard heeft? Deze 151 miljard moet aangewend worden voor het vullen van Italië met genderneutrale wc's. Laat het even tot u doordringen. 151 miljard geld van de ECB, waarmee de kranten in Nederland koppen: de banken helpen ons de coronacrisis door. En dan wordt er 151 miljard aan Italië gegeven. Absoluut geen corrupt land. Denkt u dat ze daar contactloos betalen? Ik denk dat ze daar contant betalen. En dat wordt gebruikt officieel om genderneutrale wc's te maken door heel Italië. En als je het daar dan over hebt, dan wordt die discussie gekaapt met allerlei emo-bullshit, zoals Arno Wellens dat dan noemde. Emo-terreur. Van ja, maar gun je die mensen dat dan niet? Ja hoor, ik gun die mensen dat absoluut. Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erover, wil je daar een hele beschaving omheen bouwen en wil je de wereld blijven voorliegen? Dat is waar het over gaat. Maar daarom zegt meneer Harambam dat mensen zoals Willem Engel eigenlijk überhaupt nooit op televisie gelaten hadden moeten worden. Want die stelt nog wel eens tussendoor zo'n vraag. Van goh, moet daar dan zo flagrant over gelogen worden? Er was een Volkskrant. Of nee, een Telegraaf. En nou is dat niet per se de grootste kwaliteitskrant ter wereld. Maar die had een interessante voorkant. Ik zal die even kijken of we die in beeld kunnen krijgen. Dan zie je een aantal koppen. Namelijk de volgende. De droom in duigen. En dan gaat het dus over de Oranje Leeuwinnen. Vrouwenvoetbal. Dan gaat het over dubben over de derde prik. Volgt Nederland de VS en Israël? Nou, de vraag stellen is een beantwoorden, lijkt me. Dan staat er nog iets belangrijks. Namelijk dat de jeugd dol is op botox. En een belangrijk bericht dat Jan de Bouvry is geëerd. Nou, dat lijkt me inderdaad de grootste held van de 20e eeuw. Jan de Bouvry, die zei, laten we alles wit schilderen. Nou, dat is de Telegraaf. En dat is dus ook de staat van de meeste mensen in het land. Vrouwenvoetbal, de derde prik, Jan de Bouvry eren en de jeugd is dol op botox. En dan moet je je dus afvragen of als je aan zo iemand van de oude adel, die dus uitgemoord is door de lui die dit soort propaganda verkondigen, als je daaraan vraagt, moeten we niet ingrijpen, dat hij zich nog eens een keertje zo achter zijn hoofd krat van ja, wie moet er dan precies geïnformeerd worden over hoe het echt zit? Nou, al die mensen die in Frankrijk van zich hebben laten horen omdat ze geen pas sanitair willen. En daarover zeggen mijn bronnen in Frankrijk dan dat ze op het terras zitten en dat mensen zeggen ja, vanaf 9 augustus. Ja, vanaf 9 augustus moet u uw pas sanitair hebben. En als ze dan vragen, maar hoe gaan jullie dat dan handhaven? Ja, dat wisten ze zelf ook nog niet. Ze zeiden van, in Nederland hebben wij geen pas sanitair. Wij hebben een geel boekje. Hoe gaat u dat dan handhaven? Worden dan de buitenlanders geweerd van de terrassen? Ja, dat wisten de serveersters zelf ook nog niet helemaal. En als je naar al die maatregelen kijkt, nu dan zie je eigenlijk dat er maar één ding echt gedaan wordt. En dat is een grote chaos en verwarring veroorzaakt. En dan kom je vanzelf bij, er staat hier een hele rij boeken over de occulte genootschappen. Dan kom je bij hetzelfde bij Ordo ab Chao, orde uit de chaos. En dan lijkt het er verdacht veel op dat die occulte elite die achter de Franse revolutie zat, en het uitmoorden van dat wat nog enige vorm van
orde en saamhorigheid wilden handhaven. Dat die bedacht hebben, nou weet je, dat hele idee van burgerlijke administratie, dat hebben we nu 200 jaar gedaan. Laten we eens verder bewegen. We gaan naar de smart cities toe. En we gaan een new world order, ordo, gaan we creëren uit de chaos. Nou, het lijkt er verdacht veel op dat wij in deze zomer aan de vooravond staan van een hele grote chaos. Want niemand weet het meer. Het beste is dat filmpje van die man die eerst zegt, jullie moeten allemaal, het moet verplicht worden dat vaccin, iedereen moet gevaccineerd worden, want dan kunnen we weer open en dan kunnen we weer terug naar het oude normaal. Hou vol, nog even, het oude normaal, het nieuwe normaal, waarvan dan door Sigrid Kaag en Klaus Schwab en al gezegd is, we gaan nooit terug naar het nieuwe normaal. Nee, we gaan naar een nieuwe orde. En dan wil ik u toch nog maar eens wijzen en dan gaan we maar eens afsluiten met al deze onheilspellende berichten deze dag. Dan gaan wij naar een bericht. Koningin Maxima geeft les in kunstmatige intelligentie. Koningin Maxima promoot op scholen het transhumanisme. Over een aantal jaar hebben alle kindjes een chip. Dan kunnen we jullie terugvinden. Stichting Future NL. Tegenover het transhumanisme van de occulte kliek zou ik een pleidooi willen houden voor het ultrahumanisme. Blijf humaan. Vind uw troost in de stilte en bij elkaar. En realiseert u zich iets heel belangrijks. Eén voor allen. Allen voor één. Heeft u al gehoord van de stichting natuurpad.com en de loterij die wij organiseren om onze prototypes af te maken en aan u te presenteren? Kijk dan op www.natuurpad.com en doe mee, koop een lot, steun ons en wie weet wint u een van de vele prijzen. Dank u wel.